Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik zou zeggen Happy New Moon, maar eigenlijk is het een donkere maan. Het is een ideale tijd om zaadjes te planten, nieuwe dingen te starten, dingen anders te gaan doen. Een van de dingen die ik voor mezelf heel behulpzaam vond, was niet alleen het bestuderen en uitzoeken van mijn eigen astrologische kaart. Dus aan de hand van je geboortedatum, geboorteplaats, geboorteuur. Dat je kan zien tot welk zodiac zijn dat je hoort. En dan van daaruit kan je dan stap voor stap jouw kaart beter gaan studeren. Zo zijn er belangrijke planeten die waar je beter naar kijkt als je bijvoorbeeld iets wilt weten rond relaties. Dan zijn er andere planeten als je wil weten rond geld en hoe dat jij jouw inkomen, jouw overvloed ontvangt, hoe dat werkt. Zoals ik eerder al zei, Saturnus zegt over de plaats waar dat jij jou het meest geraakt voelt, waar je het meest gekwetst voelt. Je noordnode is hetgeen waar je hier komt leren, waar je ziel komt leren. Je zuidnode, dat is eigenlijk alle bagage en talenten en kennis dat je reeds opgedaan hebt in vorige levens. Bijvoorbeeld in mijn geval ben ik in vorige levens reeds meermaals een succesvolle CEO geweest van echt in het corporate bedrijf en echt vanuit de energie en de manier waarop dat heel veel mensen ondertussen en nog steeds hun bedrijf proberen neer te zetten, puur vanuit die mannelijke energie. Terwijl dat nu mijn noordnode is, en zeker als het zijn van een human design manifester, moet ik het in dit leven op een helemaal andere manier doen. En dat is ook dat ik weer verbonden met mijn missie, namelijk tonen dat het ook anders kan. Tonen dat we vanuit stilte, vanuit onze eigen energie, heel veel dingen kunnen aantrekken en ervaren. En ook dat heeft voor mij zelf wat tijd gevraagd om uit te zoeken van ja, hoe breng ik al die puzzelstukjes samen en hoe kan ik dat dan vormgeven in een bedrijf die mij ondersteunt op elk vlak. Dus niet alleen financieel. Laten we zeggen dat financieel eigenlijk voor mij altijd een van de minst belangrijke redenen geweest is om dingen te doen. Net omdat geld ook een energie is die mag stromen, die mag komen en die mag weer gaan. En dan zie je dat we nog steeds in een maatschappij leven waarin dat we halsstarrig en vanuit angst constant geld vasthouden, proberen te houden. Waardoor dat we natuurlijk ervoor zorgen dat er weer tekorten gaan creëren. Maar langs de andere kant, het moment dat je neerkomt en hier jouw eerste teug adem neemt op aarde, dan weet je als ziel als dat er ooit weer een tijd komt, en bij de ene al sneller dan bij de andere, waarop dat we stoppen met ademen. En al die materiële dingen, al die dingen, zeker geld, daar wordt er niets van meegenomen. En zo heb ik het ook nooit begrepen waarom dat we 40, 50 jaar werken om iets op te bouwen, om dan op een punt te komen waarop dat we zoiets hebben van oké, we kunnen nu eindelijk genieten en het leven leiden dat we willen leiden. En een week later zou het niet de eerste keer zijn dat je dan hoort dat die mensen gestorven zijn. Dus op dat punt, op dat moment, heeft die ziel eigenlijk het ganse punt van het doel van die incarnatie gemist, wat dat jammer is. En dat is één van de grootste redenen waarom dat ik mijn leven neerzet zoals dat ik het doe. Een van de grootste redenen waarom dat ik dingen schrijf en overcreëer. Waarom dat ik jullie leer om te werken met de vlammen. Waarom dat ik jullie toon waar dat de mind ons op heel veel stukken vastzet. Maar waar dat de mind tegelijkertijd, wanneer je geleerd hebt dat je mind ook een tool is, net zoals dat geld een tool is, dat tegelijkertijd ook je kracht wordt. Vandaar dat mijn onderneming ook op die manier opgezet is, dat heel veel dingen gewoon beschikbaar zijn. En dus dat ik meer en meer
Ik ga niet zeggen wegstap van het publieke leven, dat is zeker niet zo, maar wel van de oude manier van coaching doen en de oude manier van één-op-één gesprekken en fysieke healingen en massages en die dingen. Omdat uiteindelijk zijn we allemaal verbonden met dezelfde bron. En wanneer dat jij de tijd en de energie neemt om in jezelf te investeren en in je groei te investeren, dan heb je aan hetgeen wat ik neergezet heb, dan heb ik het over de verschillende programma's rond manifesteren, rond het nieuwe ondernemen, rond het werken met de vlammen, dan heb je daar meer dan genoeg aan. Nu, omdat ik weet dat de minderheid ook manifesters zijn zoals ik zelf, en dus op een andere manier ook leren en op een andere manier in elkaar zitten, hun energie werkt ook anders. En daarom had ik al heel lang het idee om andere mensen, coaches, te betrekken in het te verspreiden van de informatie rond de vlammen. Maar ook om beschikbaar te zijn voor vragen enzovoort en zo meer. Niet dat ik niet meer beschikbaar ben, maar ik kan niet altijd beloven om dingen op een consequente manier te blijven doen. Omdat wanneer ik het niet voel, dan is er ook geen energie beschikbaar voor mij om dat neer te zetten. En ik weet niet waarom, maar ik voel me heel emotioneel terwijl ik dat vertel. Maar dat is de manier waarop dat ik op een authentieke manier mijn leven neerzet. En dan tegelijkertijd ook jou de toestemming geef om dat voor jezelf te doen. Vandaar dat Sarah de groepsessies op zich neemt en ook de één op één sessies overneemt. Omdat ik op dat moment ook meer ruimte en energie vrij krijg om dan nog meer informatie te channelen en neer te schrijven. Want ook al heb ik een rechtstreeks kanaal en ook al weet ik onmiddellijk informatie en kan ik dingen neerzetten op een manier waar dat voor anderen moeilijker is, dan nog vraagt het veel van mijn energie. En vraagt het om ruimte te hebben om naar binnen te gaan en om die zorg en die liefde ook aan mezelf te geven. En vandaar dat ook niet zo abnormaal is of niet zo raar is dat er heel veel manifester generators om mij heen zijn, waaronder Gino, waaronder Sarah. Heel veel van mijn klanten zijn ook MG's, ook een aantal projectors en in iets mindere mate generators, maar dat is ook niet zo abnormaal als je weet hoe dat die verschillende energietypes werken. Als je voor jezelf niet weet welk energietype dat je hebt, dan zijn er verschillende websites ondertussen. Er zijn ook verschillende genoeg coaches die ondertussen meer leren over human design. En human design is eigenlijk ook een tool, net zoals de vlammen, die ook neergezet en gechanneld geweest is door de manifester. Hoe kan het ook anders? En waarvan je nu ziet dat heel veel mensen, vooral projectors, generators heb ik ook al gezien, manifesters, generators ook. En hier en daar, maar heel weinig manifesters die leren, die content maken, die video's maken, die posts maken, om het ganse idee waar dat Rahu Rura, of hoe heet hij ook, ik kon nooit zijn naam, maar dat is de neerzetter van het human design. Wat dat ook naar de aarde gekomen is en wat een deel was van zijn missie, om dat hier neer te zetten, zodanig dat mensen zouden begrijpen hoe dat hun eigen energie werkt en waarom dat ze zijn wie dat ze zijn. Ik heb me heel lang afgevraagd waarom dat er periodes zijn waarin dat ik precies voor niets geen energie had, zelfs niet om te koken bijvoorbeeld. maar door mezelf beter te leren kennen, de afgelopen 10, 13, 15, 20 jaar, maakt niet uit,
weet ik ook dat mijn talent op een andere manier, op een ander vlak ligt en dat ik ook op een andere manier werk. Mijn energie werkt ook op een andere manier. En dan is het goed dat je weet, ook gewoon in mijn eigen zin, dat ik weet, mijn twin is ook een MG, een manifeste generator. Dus hij denkt en functioneert op een andere manier. Hij weet hoe dat ik functioneer, ik weet hoe dat hij functioneert. Mijn dochter is een projector, mijn zoon is ook een manifester, maar met een emotionele autoriteit. Ik heb een spleen autoriteit. En ook daar zijn heel veel verschillen in. En het mooie daarin is, als je weet wat, hoe dat jouw energie werkt, dat je ook weet wat, op welke manier dat je bedrijf moet neerzetten. Dat je weet hoe dat jij jouw coachpraktijk kan neerzetten. Welk dat werk dat goed is voor jou. Wat dan maakt dat je ideeën hebt dat anderen bijvoorbeeld nog niet onmiddellijk kunnen zien. Of bijvoorbeeld iets wat dat heel hard de afgelopen maanden in mijn bewustzijn, of niet meer in mijn bewustzijn, want daar was ik mij al bewust van, maar ook gewoon duidelijker gespiegeld werd en ook er feedback rondgekregen hebt van anderen, is gewoon het feit dat door het feit dat manifestors een bepaald aura hebben en dus moeten channelen, of hier zijn om nieuwe ideeën om te initiëren, om de innovator te zijn, om dingen neer te zetten, wat de anderen nog niet kunnen zien, dat maakt ervoor dat hun energieveld, laten we zeggen, redelijk afgesloten is. Afgesloten niet in de zin dat wij als manifester niet kunnen voelen en ervaren wat er gaande is bij anderen, want we kijken daar glashelder doorheen. Maar wat dat voor mij heel natuurlijk is, om dus aan te voelen waar dat de ander doorheen gaat, is dus niet zo, is geen tweerichtingsverkeer in die zin, dat het blijkbaar voor anderen moeilijk is om te gaan voelen van, ja, hoe zit Lindsay in haar vaal? Is ze nu blij? Is ze nu boos? Ik heb het heel vaak ook al gemerkt met mijn kinderen dan, dat ik doe alsof ik boos ben om te lachen. En dat zij echt niet kunnen voelen van, ja, is het nu echt boos? Of is het fake boos? Maar dus dat is iets wat heel veel mensen moeilijk vinden. En waarin dat ze dan zoiets hebben van, ja, ik weet niet goed hoe dat is met dat mens. Ik kan er mijn vinger niet op leggen wat dat er gaande is. Of dat ze nu blij is of niet. En het doet mij denken aan een situatie toen dat ik in mijn therapieopleiding zat. En er was een stage moment waarop dat mijn stagebegeleidster zei van, ja, doet die situatie die jou dan niets? En ik was zo geschrokken van haar vraag, omdat ik zoiets had van, maar ja, tuurlijk doet die situatie mij iets. Maar ja, nu, zoveel jaar later, meer dan 30 jaar later, begreep ik ook dat zij op dat moment niet kon inschatten wat er inderdaad in mij omging. Nu, dat was wel een voordeel toen ik als bij de politie werkte. Omdat mensen inderdaad niet konden zien als ik bijvoorbeeld onzeker was of wat dan ook. Ze konden dat niet zien aan mij. Dus ik kwam altijd eigenlijk over als standvastig en zelfzeker en zo van die dingen. Dus dat speelde dan wel weer in mijn voordeel. Maar het begrijpt, het helpt, of het hielp mij ook begrijpen waarom dat bepaalde situaties gebeurd zijn. Waarom dat mensen zich plots helemaal tegen mij keerden. Waarom dat vriendschappen weggevallen zijn. En dat is niet alleen omdat ik een manifester ben. Natuurlijk, dat heeft ook te maken met persoonlijke groei en verhogen van frequentie en zo. Maar het hielp mij ook zien wat, of naar mezelf kijken, en dat is eigenlijk ook een stuk door mijn tweelingvlam, en door de mensen die heel dicht bij mij staan, en die het lef en de moed hadden om uiteindelijk te delen hoe dat zij, of hoe dat ik bij hen overkwam. Het is op die manier dat je zelf leert ervaren via de ogen van anderen. Dat ik ook begon te begrijpen waarom dat mensen een bepaald beeld van mij hadden. Waarin dat sommigen naar mij opkeken, waar ik totaal niet begreep waarom dat zij dat deden, omdat ik zo het potentieel in hen zag en zoiets had van, ja, maar ja, als ik dat kan, dan kan je dat zeker. En dat is met iedereen zo, maar natuurlijk wetende en begrepende wat dat er meer aan de hand is en hoe dat mijn energie werkt.
maakt natuurlijk dat heel veel dingen duidelijker worden en dat heel veel dingen in elkaar vallen. Zo ook in mijn tweelingvlamconnectie. Want als manifester ben ik er... is mijn... hoe heet het ook alweer? Is eigenlijk mijn go-to om mensen te gaan informeren. Ik ben degene die initieert. Maar dat vraagt natuurlijk om een hele uitdaging voor een tweelingvlam die... En dan heb ik het over mijn mannen, dat is mijn DM, waarin dat hij altijd gewoon geweest is om het initiatief te nemen. Om, laten we zeggen, om het tussen haakjes dominante te zijn en de relatie dingen te bepalen. Dan krijgt hij daar plots een vrouwelijke tweelingvlam voor zich heen. Of zijn tweelingvlam voor zich heen. Die voor de eerste keer in heel zijn leven zegt van... nee, ik dacht het niet. We gaan dat op een andere manier doen. Zo voel ik het niet, zo zie ik het niet. Of die zegt van... Ja, jij mag jouw ding doen, maar ik doe mijn ding. Ik ga niet mee met jou. dus ook daar. Was dat... Ja, laat ons zeggen, eventjes een aanpassing. En onze grootste kracht is net... Dat we hele goede communicatie en hele goede open communicatie hebben. Dus dat ons wel behulpzaam is gebleken. Nu, ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke manier dat jullie mij ervaren. Omdat dat mij ook dan helpt om nog beter van dienst te zijn. Misschien zijn jullie manifesters en hebben jullie zoiets van... Och, nee Lindsay, we begrepen jou volledig. Of zijn jullie manifester-generators en zijn jullie net daardoor... Door dat manifester-stukje aangetrokken of resoneren jullie. Omdat jullie helpt om nog meer in jullie kracht te stappen en in jullie manifester-energie. Omdat heel veel manifester-generators opgevoed worden als generators. Manifesters trouwens ook. Dus het grootste stuk dat ze hebben is om zichzelf te gaan deconditioneren. En te gaan leren van wat betekent het om een manifester te zijn. Wat betekent het om een manifester-generator te zijn. Om beide energieën te hebben. Want hoe vaak dat ik ook hoor van ja, ik wou dat ik een manifester was zoals jij. Gewoon enkel alleen, dat was heel duidelijk. Het is zo een mooi gegeven om benen te hebben. Om die manifester energie als generator ook te hebben. En een grootste reden daarvoor is omdat ook het keelchakra gedefinieerd is. Wat dat wil zeggen, dat afhankelijk van met welk ander center dat je verbonden bent, dat je gemakkelijk dat kan gaan uiten. Natuurlijk. Een van de dingen dat ik herinner uit mijn kinder- en jeugdtijd voornamelijk, was altijd van kinderen en tieners of jongeren moeten zwijgen als volwassenen aan het spreken zijn. En ja, draai het of keer het hoe dat je wilt. Als manifester voor mij was dat echt een dooddoener. En een ander voorbeeld was, ik heb jarenlang muziek gespeeld. En in mijn muziekopleiding was er ook een lerares. En dan moesten we zingen, maar ik zat toen net in de fase waarin dat je stem had veranderd. Dus zingen was niet altijd gemakkelijk. En ik weet nog dat hij een bepaalde commentaar gaf. Ik weet niet meer wat dat precies was. Maar ik voelde gewoon de energie van de klas en de energie van die leerkracht. Dus ik, op dat moment voelde ik al en wat dat ze dacht en hoe dat ze over mij dachten. Los van het feit dat ik toen op dat moment totaal geen idee had wat mijn energie als effect had op hen natuurlijk. Maar dat zijn allemaal kleine situaties, zelfs ook tijdens de politie. Hoe vaak ik niet op het matje geroepen ben, omdat ik dingen op mijn manier deed. Natuurlijk nog binnen wat dat wettelijk was. Maar altijd met het doel om mensen te helpen en die dan eigenlijk door mijn overste bij de korpschef geroepen werd. En op een moment zei hij tegen mij van, ja, er is altijd iets met jou. Er is altijd wel een probleem met jou. Terwijl ik zoiets had van, come on, ik doe eigenlijk gewoon meer van wat er van mij verwacht wordt. Ten dienste van de mensen en daarop word ik afgestraft. Dus als manifester zijnde heb ik heel veel situaties gehad. En dat is ook verbonden met mijn Saturnus natuurlijk. Het er niet mogen zijn, het niet het raar gevonden worden. Het stuk waarin dat jij bepaalde visies en dromen hebt, maar dat andere mensen dat nog niet zien. En dat is ook mijn grootste frustratie nu op dit moment. Ben ik tot de vaststelling gekomen. Ik wist het al wat later, maar het is maar de laatste maanden dat ik
dat de zang die verschillende stukjes informatie aan elkaar kan koppelen, door dieper te duiken in mijn eigen astrologische kaart en te ontdekken en meer te leren over wat Saturnus heeft als invloed op mijn energie. En daarin had ik ook door dat uiteindelijk dit een stuk ook hetzelfde is. Waarom heb ik die Saturnuswonde? Dat is omdat ik hier ook ben met een unieke reden, namelijk die informatie rond de vlammen neerzetten. Een tool ter beschikking staan die zo eenvoudig is, waardoor dat ik inderdaad zoiets heb van, allee mensen, waarom gebruik ik nog niet iedereen? Dat is zo gemakkelijk. Maar ja, ik zie het ook tegelijkertijd, want heel veel mensen hebben zoiets van, maar ja, dat kan toch niet zo gemakkelijk zijn. Wetende dat dan mijn energie wat afgesloten is en dat mensen die voor de eerste keer met mij in contact komen, zeker zoiets gaan hebben van, ik weet het niet hoor, ik voel het niet. Ik begrijp het, ik snap het allemaal. En ook ruimer. Vrijheid is voor mij, laten we zeggen, mijn nummer 1 prioriteit. En dan ben je hier als lichtwerker of schaduwwerker of tweelingvlam of wat dan ook, om die systemen af te breken, helpen af te breken. En dan daar word je opnieuw weer in die wonde geduwd van dat bijvoorbeeld de overheid jou wil vastzetten door, denk maar aan belastingen, als ondernemer btw-aangifte en ja, je kent het wel, je leeft zelf ook in deze maatschappij. Maar dat zijn dus dingen dat we allemaal voor onszelf moeten gaan ontdekken en moeten kijken van, oké, wat zijn die verschillende tools? Denk dan aan je astrologische kaart. Denk dan aan welk human design type dat je bent. En op welke manier kan ik mezelf gaan deconditioneren? En dat is hetgeen waar eigenlijk de vlammen een heel goede tool daarvoor zijn. Of het samenwerken, of het beluisteren van mijn video's, of het kijken, of het volgen van mijn programma's. Omdat dat jou helpt heel diep te gaan in je eigen schaduwen. Om dan terug herrezen, herboren te worden in wie dat je bedoeld bent om te zijn. Zonder je te moeten constant verontschuldigen of verantwoorden is zelfs een beter woord. Waarom dat je bent wie dat je bent. Je bent hier geboren met die unieke kaart, met die unieke energieprint, die blauwdruk voor een reden. Omdat jij nu ook nodig bent in deze massale ontwaking en bewustwording. En we zijn al ver gekomen. We zitten echt in het midden van het collectieve ontwaken. Dus dat maakt dat nu voor sommigen heel lastig is. Voor anderen voelt het als een soort stilte voor de storm weer. Maar en daarom ben ik nog meer van overtuigd om jullie informatie te delen. En dus echt in die manifester-energie te stappen die ik ben. Rekening houden met mijn eigen energie. Dus dat wil zeggen dat die ene keer heel veel dingen gaan verschijnen. De andere keer gaat het wel stil zijn. Maar dat is hoe dat ik rol. Dat is hoe dat ik werk. Dat is hoe dat mijn energie werkt. En ik kan geen voorbeeld zijn voor jou om in je authentieke energie te stappen als ik zelf dat niet doe voor mezelf. Dus dat gezegd zijnde, ik had hier mijn kaarten klaar liggen, maar ja, kijk, blijkbaar moesten er andere dingen gedeeld worden. Ik ga straks wel nog een video maken met de kaarten, maar ik ben er 100% van overtuigd, meer zelfs nog, dat er meerdere mensen deze boodschap nodig hadden. En dat mij kwetsbaar opstellen ook jullie weer de kracht en de moed geeft om dat ook voor jezelf te doen. Het maakt niet uit op welke manier. Het maakt niet uit of dat nu gaat in je werk of naar je kinderen toe of in een vriendschap of naar een partner. Het is zo belangrijk om voor jezelf te kiezen. Op het moment dat je voor jezelf kiest en echt oneindig gaat voor die zelfliefde, dat je leven echt ongelooflijk veel verandert en verschuift. En dat wens ik jou echt van harte toe.